Goedemiddag, ik ben Alain Klaas van Medialaan en ik kom vertellen in het Nederlands. Als, if you would like to have some explanation in English, just interrupt it and I will be glad to do it. My name is Alain Klaas, so I'm Head of Innovations. Ik ben hoofdinnovatie voor de radiozenders Medialaan. En even terug naar 2016 zaten we wat dat betreft een beetje in een impasse. We hadden de verplichting gekregen van de overheid om onze zenders, Q-Music en Joe zijn dat trouwens, voor Medialaan, om die op DAB Plus te hebben op 1 september 2018. We zijn een jaar vroeger begonnen, dankzij de samenwerking met Norkring. Maar we hadden wel die verplichting om op 1 september 2018 op DAB Plus te gaan. De verlenging van onze FM-licentie hing daarvan af. Dus dat was voor ons erg belangrijk, want als we niet op DAB Plus zouden zitten, dan mochten we ook niet meer op FM uitzenden. Bij Nostalgie was dat een heel net op de valreep, hebben zij dat nog gehaald. Maar wij waren er al iets vroeger mee, maar het was voor ons wel superbelangrijk. En dan zaten we eigenlijk op dat moment een beetje met een kip-en-ei-probleem. Enerzijds, de auto-industrie was niet enthousiast om het aanbod te gaan doen standaard in de auto's. We hebben het over 2016. We hebben ondertussen een geweldige stap vooruit gemaakt, dus dank daarvoor. Maar in 2016, de cijfers van daarnet zag je, 10-15% van de wagens had op dat moment DAB+. Ja, en natuurlijk zijn de radiostations, en het is daarnet al verteld, hoe belangrijk de auto is voor radioluisteren. Dat heeft ook dankzij de files. We zijn een grote voorstander van de vele files, omdat mensen heel lang naar de radio luisteren. Maar dus, de radiostations waren niet enthousiast om te investeren in DAB+, omdat er te weinig auto's waren met DAB+ standaard aan boord. En als je in die impasse zit, ja, dan moet één partij even zeggen van oké, dan proberen we eruit te stappen. En dat is wat wij toen hebben beslist van oké, we gaan niet alleen die twee stations op DAB+ zetten. Waardoor de discussie die op dat moment was, ja, niet alle zenders zijn beschikbaar op DAB+, dat die alvast in de kiem gesmoord was. Maar we hebben eigenlijk beslist om 5 zenders meteen op DAB+ te zetten. Waardoor we dus niet alleen de discussie kwaliteit die we daar straks hadden, maar vooral dat er meer aanbod is, dat je ook gewoon meer zenders hebt, dat is het voordeel van DAB+, om extra producten op DAB+ te zetten. We gingen dus 3 extra zenders naast die verplichte simulcast van Joe en Q-Music. Welke zenders waren dat dan? Wel, extensies, brand extensions. Jacqueline vertelde dat dan net al. Productioneel is dat efficiënt om te maken. Als je een Q-Music X maakt, dan is dat makkelijk, omdat je natuurlijk al een basis van Q-Music hebt. En je hebt al een soort van levensvisie, de manier waarop je in de wereld staat. Dus dat is veel makkelijker te communiceren. Je kan het promotioneel doen via het hoofdkanaal. En auto's met DAB+ zijn toch eerder high-end. Ondertussen is het wel aan het veranderen en worden ze uitgerold over de hele lijn. Maar we hebben meteen de focus op Joe. Want een van de andere voordelen was wel dat wij heel veel kritiek kregen op Joe, omdat ons FM-netwerk niet zo geweldig dekkend is. Hè? Wanneer je het hebt over Radio 1 of over de RTBF-zenders, ja, die kan je overal ontvangen. Maar commerciële zenders, zeker in Vlaanderen, die hebben toch nog wel wat gaten hier en daar. En Joe heeft bijvoorbeeld behoorlijk wat gaten in Limburg. En dus vandaar dachten we, oké, laat ons Joe nemen als case om dat te gaan doen. We hebben dus besloten om 3 extra zenders op DAB+ te zetten. Joe 70's, die dus vooral eigenlijk alleen maar muziek uit de jaren 70 speelt. Joe 80's, die alleen maar muziek uit de jaren 80 speelt. En ook een Q-Music non-stop, wat een non-stop versie van Q-Music, zonder die vervelende presentatoren, weet je wel. Dus, kritiek die we wel eens binnenkrijgen. Dan hadden we dus dit antwoord op voorzien. En wat wilden we ook gaan doen? Ja, als we nu eens onze ochtendshow, hè, die we dus al hebben op Joe, met Sven Ornelis als presentator, die van Q-Music vroeger, samen met Anke Bukings, als we nu eens zouden kunnen, dat we die ochtendshow op al die kanalen tegelijkertijd kunnen uitzenden. Dat zou fijn zijn. Maar tussen iets dat je wil en iets dat dan gerealiseerd wordt, zit nog wel een verhaal natuurlijk. We moeten daar eerlijk in zijn, dit idee waarbij 1 presentator op verschillende soorten muzikale producten te horen is, dat bestond al. Bestond bij Absolute Radio. Als je ooit in Londen bent, dan moet je daar eens naar luisteren, zeker als je de ochtend luistert. Het principe dat ze daar toepassen is, hier zie je alle zenders die ze daar hebben. 60s, 70s, 80s, 90s, zero's, classic rock denk ik, en dan Absolute Radio zelf. Dus ze hebben er een hele reeks. En wat ze doen is, hier moet je
een presentatie zien. Dus er is een presentator die ertussen komt en daar is ook een presentator en daar is, is muziek. En wat je dus ziet is, wat hebben ze gedaan? Ze hebben Oasis, Live Forever op het hoofdkanaal geprogrammeerd en dan gaan ze op zoek naar een plaat van 3 minuten 48 om op al die andere zenders te zetten. Waardoor, als die presentator zegt en nu gaan we weer naar muziek, want hij kan natuurlijk niet zeggen welke plaat het is, hè. En dan starten dus op al die zenders die platen en na 3:45 ongeveer komt die er dus terug op. Hij kan niks zeggen over die muziek uiteraard, want ja, het is ook vooral iets anders. Maar dan begint hij met een interview met Theresa May bijvoorbeeld. Nu, je voelt meteen al aan mijn voorstelling dat dat eigenlijk niet zo'n geweldige manier is om het te doen. Enfin, dat was onze mening, want Absolute is een absoluut innovatieve station. Maar wij dachten, oké, als we nu eens elk element dat we hebben in de ochtendshow, en dit is zo een klok van een ochtendshow, hè, je hebt hier bijvoorbeeld een interview met iemand, je hebt hier een aankondiging, hier is een jingle van Joe, en hier is een reclameblok, enzovoort. Dus al die elementen, als we die nu eens proberen te isoleren en beschikbaar te maken. Eigenlijk objectgeoriënteerd werken. Hè, dus dat ochtendprogramma in de kleinste onderdelen uit elkaar gaan rafelen, en op die manier weer gaan samenstellen op een andere product. En dat is dus precies wat we hebben gedaan. Hoe klinkt dat nu? Je moet even, ik hoop dat het gaat werken. Normaal denk ik dat het met de klikker zal lukken. Ik heb de dingen toch zo geprogrammeerd. Ik denk dat het mag. Bright set frets. De ochtend van Joe. Sven en Anke. We gaan jullie proberen te leren hoe je moet reanimeren. Ja, dat is inderdaad het opzet. Je hoorde nu een stukje op Joe. Dat exact hetzelfde gaan we nu naar luisteren op Joe 80's. Dat is een andere plaat natuurlijk. Om over te praten. Het is weekend, dus vanavond ga uw gang, zou ik zeggen. I Want Your Sex. Dat was George Michael. De ochtend van Joe. Sven en Anke. We gaan jullie proberen te leren hoe je moet zo reanimeren. Het exact hetzelfde. Het dus opzet. Op dat moment op 80's en op 90's klonk het zo. Zeer goedemorgen allemaal op deze vrijdagochtend. Sven en Anke tot 9 uur met alleen maar muziek uit de jaren 70 op deze zender. Zoals deze Jimmy James and the Vagabonds. And I'll go where the music takes me. De ochtend van Joe. Sven en Anke. We gaan jullie proberen te leren hoe je moet reanimeren. Het enige verschil. Is inderdaad het opzet. Het enige verschil met het vorige systeem is dat hier wel over muziek kan gepraat worden. Dat zijn dingen die op voorhand worden opgenomen. Het is zo dat Sven op zijn tafel in de studio, ja, al die knopjes, kan hij dus zeggen, oké, nu Anke, nu gaan we even voor 70's, want ik zie daar die plaat, Jimmy James en de Vagabonds. Oké, dat gaan we nu afkondigen. Dus hij duwt, terwijl op Joe een plaat bezig is, duwt hij op het knopje en nemen zij de afkondiging op en dat wordt er dan automatisch opgekleefd. Dus het is echt een beetje magisch, maar het resultaat is dat zij dus te horen zijn op al die programma's, op al die zenders en wel met dezelfde content, zodat je niet een gewoon non-stop product hoort, maar dat je echt wel mee bent met datgene wat er die dag gebeurt. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld ook een special Aretha Franklin, dat was op de dag dat zij werd begraven. Weet je wat, we gaan een liedje draaien van de Queen of Soul, Aretha Franklin. Dit is Joe. De ochtend van Joe. Sven en Anke. En dan heb je dus Say a Little Prayer op Joe. Weet je wat, we gaan een liedje draaien van de Queen of Soul. Op de 80's draaien we dan een nummer van Aretha Franklin uit die 80's. I Knew You Were Waiting. Weet je wat, we gaan een liedje draaien van de Queen of Soul. Dus dat. Dat is jaren 70, denk ik. Aretha Franklin. Enfin, in ieder geval, dus je merkt dat op die manier dat we door technisch vernuft, ik moet zeggen, ons technisch team heeft hier heel hard aan gewerkt de afgelopen maanden om dit waar te maken. Maar dat we dus kunnen realiseren dat we met één hoofdproduct verschillende afgeleiden maken. En we zijn ook aan het kijken om dit verder uit te breiden, want we krijgen hier bijzonder goede reacties op. Dit is het eerste resultaat. Dit is van augustus 2018. Ondertussen zijn er meerdere metingen en je weet, Sim zit daar ook nog mee tussen. Dus we gaan binnenkort gaan we daar echt wel mooie cijfers kunnen voorleggen. Maar wat we meteen zagen, dit is 80's. En hier zie je dat op 20 augustus zijn we begonnen. Nu, dat stijgt, dat is meteen enorm gestegen. Je ziet, we zijn maal 4 gegaan. Dus op één dag is het aantal mensen dat ernaar luistert maal 4 gegaan. Dat is dan weer wel afgenomen, maar dat komt natuurlijk omdat hier op die 2 dagen stonden de kranten vol met wat we aan het doen waren. Dus dat is logisch dat mensen dan even komen luisteren. En dan valt dat weer terug, mensen willen eens proeven.
Ondertussen zitten we op een niveau dat eigenlijk het dubbel is van dit. Dus ik heb niet de volledige grafiek meegenomen, maar het is eigenlijk blijven stijgen. En ondertussen zijn er op de beide zenders ongeveer tussen de 30.000, 35.000 mensen die elke dag naar die twee producten via DHB Plus luisteren. En ook via de app en de site. Ze worden via alle digitale kanalen verspreid. Hier zie je 70s. Eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Bestond niet daarvoor. 80s bestond al wel. 70s bestond nog niet. En je ziet dat dat ook die eerste twee dagen, dus ongeveer, dat gaat over hetzelfde volume ongeveer. Dus dat zijn echt wel prettige cijfers. En dan zou je denken, oké, die gaan van Joe naar 70s, want dan hebben ze daar een specifieke keuze gevonden. Dat lijkt dan logisch. Wel, het is toch niet waar. Want hier zie je Joe. Hè? En dus hier zie je op datzelfde moment, op diezelfde dag, zie je dat eigenlijk Joe zelf ook is gestegen. Dus we zijn gewoon in volume, omwille van deze aanpak, zijn we in volume gewoon gigantisch gestegen. En in 3-4 maanden tijd is het een curve die eigenlijk alleen maar vooruit is gegaan. Dus voilà. Dat is onze verhaal van Joe. Ik hoop dat het een beetje inspiratie brengt.